Yo jongens en meisjes van mijn kanaal, welkom eens nieuw voor mijn kanaal, jongens en meisjes. Want ik heb het hebben over GTA 5 en ja, het is al een tijdje al geleden. Ik had niet zo heel erg veel ideetjes nu meer over GTA 5. Ja, we gaan dus in deze aflevering gaan we het hebben over we gaan dus auto's eigenlijk gaan testen. Dit is al misschien al de tweede aflevering van op mijn kanaal, van over GTA auto's testen. Ja, de volgende keer gaan we het heel misschien met GTA 3 ook gaan doen, of misschien ook met een andere GTA. We moeten namelijk, als we toch ook niet gaan botsen namelijk, we gaan namelijk naar deze locatie ook gaan, als het goed is, naar dat vliegdinges. Ja, ik zie het niet zo heel erg goed op mijn map, maar in ieder geval, we moeten naar daar even ook gaan. En ja, deze auto is best wel snel, vind ik nu al zelf. Ja, dus die auto is best wel snel eigenlijk. En ja, helaas kan ik die nog altijd niet gaan upgraden, omdat ik niet zo heel erg veel geld heb. Ik heb nog maar, even kijken. Ik heb in totaal nog maar $2,960. Dat is niet zo heel erg veel. Maar ja, we doen er wel mee. Dus ja. Maar ik heb soms ook niet echt het gevoel dat ik eigenlijk wil gaan opnemen. Maar toch doe ik het. Dus ja. Ik heb echt zo'n gevoel dat ik het nooit wil opnemen. Maar toch doe ik het. En ik weet niet. Maar waarom zeg ik dat eigenlijk twee keer? Ik heb geen idee. Laten we even gewoon even naar daar even rijden, zou ik gewoon zeggen. En ja hoor, we zijn alweer bijna alweer aangekomen op dit stukje alweer. Ja, voor de mensen die het nog altijd niet moest weten, dit is namelijk ook mijn tweede aflevering van GTA 5. Over ja, dit soort dingen eigenlijk, over auto's gaan testen. Ja, dit is namelijk ook mijn tweede aflevering over auto's gaan testen. Geen idee waarom dat ik het nog eens twee keer ga zeggen, maar ja, ik doe het er wel mee. Ja, deze auto is best wel snel, vind ik zelf ook al. Ja, ik weet nog altijd niet waarom het eigenlijk zo snel is eigenlijk voor een elektrische tijdsauto. Ja, maar goed. We gaan dan weer bijna weer starten met de race, zou ik alweer zeggen. We gaan ook kijken hoeveel kilometer per uur dat die auto kan kunnen gaan. Ik schat iets van 130 of 40 kilometer per uur. In België mag je in de echte straten mag je pas vanaf tegen de 100. Je mag eigenlijk tegen de 120 eigenlijk pas gaan rijden. Maar je mag niet hoger dan 120 maar gaan rijden. Dat is wel eigenlijk een goed punt eigenlijk. Maar ja, oké. We gaan dan weer beginnen met de race over 3, 2, 1, 0. Oké, we zijn dan weer begonnen. We rijden nu al 20, 40 bijna. Ik zit niet echt op mijn punt eigenlijk nu eigenlijk. Maar goed, maar maakt niet veel uit. We rijden nu al 80, bijna toch al. We rijden bijna 80. Je moet wel heel goed kijken waar dan weer de eindstand alweer is. We gaan rijden bijna 115. Allee, ja, bijna 100. Deze auto gaat niet zo heel erg snel en we moeten al remmen. Oké, okay, ja. Ja, ik vind het. Ik denk zoiets van dat we eigenlijk 95 hebben gereden. Of tenminste ook 94. Ik heb geen idee. Hey, dat foutje of wat dat je ook bent. Ik heb geen idee. Oké, okay, we gaan dan weer de tweede auto alweer gaan testen. Want we hebben alweer drie auto's dat we eigenlijk moeten gaan testen. En ja. Ja. Maar goed, we gaan even naar huis. Even gaan racen, zou ik wel zeggen. Want dit gaat nog. Echt heel erg lang goed duren, vrees ik, maar maakt niet echt veel uit. Maar ik ben heel benieuwd wanneer dat GTA 6 eigenlijk uit kan komen. Daar ben ik heel erg benieuwd eigenlijk naar. Ik denk zoiets van binnen een jaar of een half jaar of binnen twee jaar. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, er komt nog wel een update video van GTA 6 eigenlijk nog wel aan. Het is daarom dat ik eigenlijk zo ineens begon ook ineens ook te praten. Die auto moet ik helaas nog wel voor gaan laten, of die camion. Of in ieder geval een trucker, of toch tenminste daar zit geen trucker, of toch tenminste ik heb geen idee, was ik allemaal, ik heb geen idee, maakt niet veel uit, we gaan even naar huis afrijden zou ik kunnen zeggen. En we zijn dan bijna weer thuis, en ik heb geen idee wat dat allemaal net zei. Ja, we zijn, ik had beter op mijn verkeersregels moeten letten, oké. Okay. Ja, we gaan dus om zijn tweede auto weer, of je ook kan testen, ik kan me er achteruit in zetten. Ja, we luisteren gewoon niet naar die madame of meneer of whatever ook, ik heb geen idee. Ja, maar dus eigenlijk, dit is onze allereerste auto. Oh, daar zitten nog twee auto's eigenlijk in. Dit is waarschijnlijk de raarste video dat ik al misschien al heb gemaakt. Misschien dat ik me nu in de achtertuin ga parkeren misschien.
Ja, dit is misschien de allerraarste video dat ik misschien al heb gemaakt over in de tuin parkeren. Waarom zeg ik dat nog eens 2 keer? Oké, ik word er nu al helemaal gek van. Oké. Om zijn auto is in de tuin geparkeerd. Oké, laten we naar de tweede auto even gaan. Dat is namelijk deze. Wacht even, is dat deze auto hier? Als ik er toch tenminste ook in raak, want ik raak er nog niet eens in. Oké, dit is best wel vervelend eigenlijk. Laten we gewoon even in deze auto even gaan. Wat de hel? Oké. Jongens, ik heb iets blijkbaars ontdekt. En dat is namelijk. Ik kan die auto's nog altijd niet. Ik kan die twee auto's nog altijd niet uit gaan testen. Dus we moeten het met deze auto wel even zo gaan doen. Kijk even naar deze mooie auto. Dat is echt een mooie auto, vind ik. Ja. Oké, maar we gaan even naar die ene plaats terug even gaan rijden. En dan zie ik je dus weer terug. Ik moet even gaan wachten voordat ik een andere auto kan. Namelijk ook kan stelen. Volgens mij kan ik het nu. Namelijk. Oké, dankjewel. Het klinkt heel erg raar dat er eigenlijk iets uitgesleurd is. En waarom staat mijn voordeur eigenlijk op? Oké, dankjewel dat die al toe is. Oké, ja, dankjewel. Ik heb geen idee waarom dat hij eigenlijk open en toe eigenlijk was. Ik heb geen idee waarom dat hij eigenlijk zo eigenlijk was. Ja, we gaan even naar die ene plaats terug even gaan rijden, want die vorige auto was helaas ook stuk gegaan. Dus ja, dat is echt de meest rare video ooit dat ik heb gemaakt. We zijn dan bijna weer aangekomen op de locatie. Ja, we gaan dus op deze steentjes hier even moeten gaan rijden. Of toch tenminste, we moeten even op dit hier even gaan rijden. Oké, daar juist heb ik misschien iets vals gespeeld, maar het was niet echt vals spelen, het was meer iets anders. Oké, we gaan namelijk hier even gaan staan. Zo, we staan er bijna. Oké, we staan er op. Ook op deze. Oké, we staan er bijna op, maar maakt niet echt veel uit. Oké, we gaan namelijk even zo gaan aftellen in 3, 2, 1, 0. Oh wacht, ik zie nog niet eens een kilometriek. Oké, we gaan toch even moeten gaan racen. We rijden nu tegen 80 bijna, vermoed ik. Ik zie het niet echt helemaal goed. Maar we rijden toch iets tegen 80 als ik het goed zie. Ik zie het niet echt goed, maar maakt niet echt veel uit. Ja. Oké, we rijden tegen. Ik zie het nog altijd niet, maar ik zat wel in de edits wel even gaan zien. Of anders edit ik het wel even. Oké, we rijden terug even naar huis en dan zie ik jullie zo weer terug. En we zijn al bijna weer al thuis. En alweer voor de tweede keer zijn we weer thuis geraakt. Ja. Wat wel zeggen die? Ik heb geen idee wat die allemaal zeggen. Oké. Wacht. Voordat ik ga uitstappen, ik moet wel even mijn auto terug op het gras even gaan zetten. En ja. Maar ja, ik ga even mijn auto wel even een andere auto moeten gaan geven. En ja, we gaan even hier even de auto af moeten gaan zetten. En dan moeten we een andere auto helaas gaan zoeken. En daar heb ik niet zo heel erg veel zin in, zoals ik altijd nooit in iets zin in heb. Maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit. En waarom kom ik ineens in iemand anders zijn tuin? Ik heb geen idee. Ja. We gaan namelijk even een andere auto af gaan zoeken. Of misschien deze auto. Oké, ik vind het helemaal prima. Ik ga namelijk even een andere auto af ook gaan zoeken. En ja, dat hoeven jullie natuurlijk ook weer niet. Even ook weer niet te gaan zien. Wat dat er allemaal. Ja, wat dat er net allemaal gebeurde. Dat hoeven jullie allemaal niet zien. En net zoals de vorige keer. Dat hoeven jullie ook niet allemaal ook niet echt te zien. Want ja, misschien word ik wel verbannen van YouTube en daar heb ik niet zo heel erg veel zin in. En ja, laten we even gewoon naar daar even gaan rijden. En ja hoor, we staan alweer op de racebaan. En ja. Ja, wat kunnen we nu allemaal ook gaan zeggen? Ik heb geen idee wat we eigenlijk niet meer kunnen zeggen. Laten we gewoon even zo gaan beginnen. Oké. Ja, we gaan even namelijk binnen. We gaan nu al 60 of 80 gaan we nu al. Ik vind het nu al helemaal al prima. Maar waarom is het ineens zo donker? Ik heb geen idee. Komt er namelijk ook zelfs ook een vliegtuig? Ik heb geen idee, anders zou het wel een beetje eng wel zijn. Laten we toch even, oké. We gaan tegen 100 namelijk. We gingen namelijk tegen 100. Ik vind het helemaal prima. Ik ga even snel even naar huis even gaan. En ik zou allemaal zeggen. Ja, dit was echt een random moment van ineens de video af te sluiten. Maar kijk even deze graphics. Dat is toch echt heel erg mooi hoe dat deze graphics er allemaal ook bij staan.
Dat is toch echt heel erg mooi. Namelijk in 2013, maar deze graphics zijn namelijk ook al toegevoegd. Ik ben heel erg benieuwd wanneer de eigenlijk volgende graphics eigenlijk gaan namelijk ook plaats gaan vinden. Ik denk zoiets in 2026. Dat is eigenlijk wel een perfect jaar eigenlijk voor 2000. Ja, dat is eigenlijk voor een perfect jaar voor eigenlijk 2026 of whatever ook. Oké, maar goed jongens, meisjes. Als jullie hebben genoten van deze video, drop dan even de like in. Abonneer op deze kanaal en natuurlijk ook verder. En dan zou ik allemaal zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer weer. Doei, doei.